Ja, geweldig plan. Mooie ambities. Mooie toekomstvisie. Wat ik aantrekkelijk vind aan het plan is dat het de ambitie heeft om een groene wijk te worden. Maar ik krijg toch wel het gevoel dat het een gebied met een eigen identiteit wordt. Groene daken, groene muren. Ik vind het een heel ambitieus plan en ik maak me gelijktijdig best wel zorgen over de toekomst. Mooie mix tussen grootstedelijk denken, maar ook de kleinschaligheid. Huurprijzen die ik hoor en koopprijzen, ja, daar kunnen normale man niet aan voldoen. Locatie, ja, by far locatie. Dus je bent niet echt in het centrum, maar je bent wel in Amsterdam. Ik werk zelf in Amstelveen, dus dat is redelijk dichtbij. Ik vind het is een bijzonder gebied, hè? Ingesloten door het spoor, de weg, sport. Dicht bij de snelweg, dicht bij de arena, dus perfect. Vreselijk. Ik denk dat het heel goed is dat de nieuwe kern zich ontwikkelt hier. Het is wel goed om mee te kijken wat zich ontwikkelt. Je moet altijd een beetje kritisch zijn. Ik ben niet zozeer tegen nieuwbouw voor de woningen, dat snap ik. Maar ik vind het echt, dan denk ik, bouwen dan omheen. Laat die parken met rust. Want er is ruimte genoeg. Ja, de hele horizon die gaat veranderen voor de mensen die in Duivendrecht wonen. Ik denk dat het goed is om een transitie te hebben naar een autovrije omgeving. Ik denk dat dit plan daar goed op aansluit. Dus daar ben ik wel heel enthousiast over. Nou, als ik tegen kan werken, dan doe ik dat. Ik zie ook een paar hele mooie sportvoorzieningen, dat is mijn interesse een beetje ook. Maar de combinatie zeg maar van wonen, sporten, recreëren, dat vind ik een heel goed plan. Ik vind het heel erg belangrijk dat er nou wordt gedacht over de jongeren in de wijk. En ik vind het belangrijk dat er voldoende plek is voor jongeren om naar school toe te gaan. Er is namelijk te weinig plek op dit moment. Ik hoop dat er een Oost-West verbinding voor fietsers komt die doorgetrokken wordt over de A2 en over de Amstel richting Buitenvelden. Want nu is er eigenlijk een beperkte mogelijkheid voor langzaam verkeer. Hier zeg maar aan deze kant van de arena, ik denk dat dat een mix moet zijn. Hè? Je kan wel zeggen, er moet de horeca bij, er moet andere dingen bij, maar denk ik niet. Ik concentreer dat daar, dan concentreer het wonen en recreëren en sporten hier. Dat vind ik wel een goede mix. Ik ben best wel enthousiast erover. Ik denk dat er wel wat duidelijk moet worden over verdeling van wat voor huizen het zijn. Ook qua betaalbaarheid natuurlijk, qua verhouding, sociale huur, gewoon de startende woningen als het ware en wat meer duurdere woningen. Maar het lijkt wel een interessant plan. En we zouden best wel willen verhuizen. En ja, dan is, kan dit best een kansrijk gebied zijn. Ja, zeker. Groen, grootstedelijk, goed bereikbaar, autoluw. Ik denk dat dat spreekt me enorm aan.